What's up, you guys? My name is Hey, I'm Joella, and in case you haven't heard it yet, yes, I'm sick, hella sick. En vandaag heb ik besloten om een video te maken over Advanced Warfare. Nou ja, dit is eigenlijk hele oude gameplay, maar ik wil daar gewoon even overheen praten. Want dit is echt een van mijn eerste gameplays in Advanced Warfare. Ik was hier rank 7 of zoiets. En het voelt voor mij dus gewoon als een hele nieuwe Call of Duty aan. En ik wist niet wat ik kon verwachten, waar de spans zijn, waar de mensen spelen, hoe ze spelen. Ik wist wel dat je heel chaotisch verticaal en horizontaal kan gaan. En ik dacht al dat het een enemy was. Je zag mij zoeken om me heen van waar de fuck is hij naartoe gegaan. En zometeen, hier is er nog een heel goed voorbeeld. Ik zie hier iemand en ik spring. Oh, wacht, dat is het verkeerde voorbeeld. Infinite Warfare komt zometeen uit en dat is ook een gloednieuwe Call of Duty. En niets is erger dan een Call of Duty spelen waar je unfamiliar mee bent. En dit is precies het gevoel wat ik toen had. En ik ga hier nu in de lucht springen, ik zie iemand en ik had niet verwacht dat ik zo'n hoge sprong zou maken. Omdat ik natuurlijk nog Black Ops 3 sprongs gewend was. En je ziet me echt al de hele tijd om me heen springen, om me heen kijken. Ik snapte niet waarom iedereen zo snel kon bewegen, waar de fuck iedereen was. Daarom ga ik hier ook dood omdat ik gewoon zo erg, ja, confused was. Maar dat laat echt zien wat een nieuwe Call of Duty, of je nou eigenlijk overstappen van een andere Call of Duty naar een andere Call of Duty met je kan doen. Omdat je gewoon je oude gameplay aanhoudt. Nou, gelukkig is Infinite Warfare ongeveer hetzelfde als Black Ops 3. Maar je zou ook heel veel andere Call of Duty's hebben zoals Ghosts of wat was daarvoor? Volgens mij geen ene andere Call of Duty. Tenminste niet voor next gen. Soms doe ik wel eens de disc in van Ghosts en Advanced Warfare gewoon voor de lol. You know why not? Very much fun. En ik vind ze gewoon leuk om te spelen af en toe. Maar ik zou ze niet voor 1000 jaar kunnen no-lijven. En dat is Infinite Warfare voor mij. Kijk, weet je, ik zou het best wel een paar jaar later willen kopen. Voor 20 euro of zoiets. En dan zou ik een keer de disc erin kunnen doen. En 3 potjes spelen. En that's it. Ik zou het echt niet kunnen no-lijven. Zoals ik de game nu zie, dan kan ik net zo goed Black Ops 3 blijven spelen. En ik vind het nog steeds een super goede game. Ga ik dus ook zeker doen. Wat ik heel erg merk met Advanced Warfare, ik vind het echt geen slechte game trouwens. Ik vind het heel chaotisch, maar ik vind het niet een slechte game. Is dat iedereen ofwel in hoekjes zit, omdat ze zo erg in de war zijn, omdat de actie gebeurt gewoon overal. Of dat iedereen in de lucht springt zoals mij. En ja, het komt gewoon eigenlijk heel erg omdat ik mezelf een moeilijk target wil maken. Dat is waarom ik de meeste gunfights win. Ik denk als ik mijn accuracy zou verbeteren, dus zeg maar mijn sensitivity zou aanpassen naar 4, wat ik echt niet wil, dan zou ik mijn hele game stijl moeten aanpassen. Want ik ben gewoon hoog sensitivity. Op alle Call of Duty's heb ik op de hoogste sensitivity gespeeld. Geen enkele Call of Duty heb ik lager dan insane gespeeld. Dat zorgt gewoon dat mijn reactievermogen en dat ik heel goed om me heen kan kijken heel erg sterk verbeterd. En dat is gewoon waarom ik er zo van hou. Ik heb het gevoel dat in Infinite Warfare, omdat er motion blur is voor degenen die onder een steen leven en er nog niet van hebben gehoord, is er een soort van vertraging in je ogen om te realiseren wat er eigenlijk gebeurt. Omdat het een beetje, ja, wegverpixelt. Ik wil in ieder geval alvast sorry zeggen voor deze kut video, want ik weet dat dit niet de content is die jullie gewend van mij zijn. Maar ik heb echt de energie niet om een leuke video te editen en er leuk bij te schreeuwen. Dat gaat sowieso ook mijn stem helemaal vermoorden. Het voelt nu al alsof er een zandstorm binnen is. En ook kijk, nieuw rank 8 geloof ik. Ja, ik was dus rank 7 op dit moment. En deze gast, die was echt fucking blind. Volgens mij had hij echt scheid eraan dat iemand op hem schoot. En ik ga hier zo meteen een vulkaan ding inzetten. Volgens mij had ik die eerder ook al ingezet. En de killstreaks van dit spel zijn zo fucking slecht. Echt, hoe kunnen mensen van Sledgehammers dit ooit hebben goedgekeurd? Even serieus. Je werkt zo hard voor een killstreak en dan krijg je die vulcano shit en dan, oh, ik zag deze gast trouwens niet. Hij was de hele tijd aan het schieten. Ik dacht van, waar de fuck komt het vandaan? En het enige wat je krijgt is een 1 seconde killstreak. Die duurt echt maar 1 seconde en dat ding gaat zo traag als een motherfucker. En dan kun je nu misschien wel zeggen, maar Joella, jouw favoriete killstreak is de HCXD en dat is de meest shitty killstreak ever. Nee, want dat is het nog leuk om mee te rijden. Oké, toet toet. En de vulcano is gewoon een slaapmiddel voor mij, want ik val gewoon in slaap als ik er naar kijk. En volgens mij zit ik mijn vulcano hier in het hoekje in. Maar dat is echt een van de slechtste dingen die ik ooit heb gezien. Eerst kill ik deze motherfucker. Eigenlijk niet. Nee, toch maar niet. Nee, ik had er eigenlijk niet zo'n zin in. Oh, toch wel. Oké, nieuw rank 9. Oeh, dat was best wel snel. Zag je hoe snel ik rank up was? Oké, kijk, ik ga hier dus nu die vulcano openmaken. Ik hoor een alarm. Ik denk, oh my god. En ik zie hier een rode pukkel. Ik ben op zoek naar een rode pukkel. Oh, daar is een rode pukkel. Ik heb 25 punten ermee kunnen krijgen. 25. Ik wil naar de andere kant van China gaan, omdat er niemand anders te vinden is. En mijn killstreak is alweer voorbij. En dan werk je zo hard voor maar 25 scorepunten. Echt totally not there.
durf het. Ik had sowieso geen idee wat er aan de hand was. Ik heb deze map nog nooit gespeeld. Dus ik dacht van, what the fuck? Ik volg de pijltjes. En ik dacht, waarschijnlijk gaan alle enemies mij erop wachten. Dus ik was helemaal zo tactisch aan het denken. Hoe kan ik naar binnen zonder dood te gaan? En ik zie mijn teammate naar binnen lopen. Zo van, YOLO. Ik dacht, oh, oké. Nou, dan kill ik deze vier motherfuckers. Dan ga ik ook naar binnen. Nou, voor de rest was er niemand. Ik had hier bijna nuclear gehaald. 20 relentless, zoiets. Alleen, ik haalde nuclear niet. Volgens mij ga ik op een hele domme manier dood. Ik weet niet meer precies waarom. Best wel zonde, maar I don't give a shit. Ik speel Advanced Warfare toch nooit. En mijn KD is hier gewoon zo, omdat ik weinig time in combat heb. Sowieso, als je een nieuwe account aanmaakt, dan heb je een fresh start, jongens. Dus als je zometeen Infinite Warfare gaat spelen, je gaat heel erg moeten wennen. Dus je KD wordt sowieso niet zo hoog als het eindresultaat wat je uiteindelijk gaat worden. Maar in nieuwe Call of Duties, als je meer potjes speelt, dan is het ook moeilijker om je gemiddelde natuurlijk omhoog te halen. Dus wil je je KD, je win-lose, alles zo hoog mogelijk halen, zorg er dan gewoon voor dat je eerst inspeelt op één account. En later maak je gewoon een nieuw account aan. En dan ga je daar je shit op doen. En dan heb je sowieso ook nog de fresh start medal. En ik dacht, hier heb ik die vulcano shit weer. En het was hier helemaal vergast. En ik dacht van, what the fuck? Waar moet ik nou skieten? En daar heb ik zo hard voor gewerkt. En uiteindelijk geen ene shit voor gekregen. De rest van de gameplay is een beetje saus. Dus ik ga de video hierbij eindigen. Mijn keel doet echt heel erg zeer van het praten. Dus ik ga lekker mijn bed weer in. En I will see you guys in the next one. Thank you all so much for watching. Because across the-